De Lead to Inspire Foundation wil de situatie bij de neonatale intensive care unit van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo verhelpen. Door gesponsorde sporters is er zaterdag tijdens het Sweat for Babies evenement geld opgehaald voor de neonatale zorg. Ruth Sinclair, voorzitter van Lead to Inspire Foundation, wijst erop dat het niet goed gaat met de neonatale zorg in Suriname. De gevallen waarbij er enkele baby's zijn overleden, liegen er niet om. Sinclair vindt dat de Vereniging van Kinderartsen in Suriname structureel moet worden ondersteund, zodat zij ervoor kan zorgen dat baby's die dringende zorg nodig hebben, kunnen worden geholpen. De kindjes zijn onze toekomst en het is op dit moment gewoon serieus zo dat de kindjes doodgaan omdat er niet omdat onze artsen niet goed zijn, maar omdat er te weinig middelen zijn dat de artsen en de verpleegkundigen goed kunnen werken en echt goede zorg kunnen leveren. En dat is gewoon zonde. Er moet meer aandacht komen voor gezondheidszorg in het algemeen, voor de babytjes specifiek. Lead to Inspire heeft vorig jaar reeds geld ingezameld voor de kinderzorg. Toen was er een bedrag van 102.000 SRD opgehaald. De stichting heeft nog geen zicht hoeveel geld er in totaal is ingezameld zaterdag, omdat zij nog enkele donaties moet krijgen. Dit bedrag zal in ieder geval ter beschikking worden gesteld van de Vereniging van Kinderartsen in Suriname. Kinderarts Laurindo Kloof, tevens bestuurslid van de Vereniging van Kinderartsen in Suriname, zegt dat de donatie meer dan welkom is, omdat er weinig kennis is over hoe duur de zorg is. We zeggen vaak, de jeugd, de kinderen zijn de toekomst van morgen. Wel, onze toekomst is aan het brokkelen. En daar is belangrijk dat wij dan keuzes maken. Dat wij als samenleving, als jonge mensen, als oude mensen, een signaal geven van, hey, yes we care. Kinderen zijn heel belangrijk. Dus ik ga bewegen, ik ga iets doen om die bewustwording op gang te brengen. En met de donaties van vorig jaar bijvoorbeeld, daar hebben we wat apparatuur kunnen kopen. En dat is dus om de tekorten op te vullen. We hebben momenteel dat heel veel verpleegkundigen wegtrekken. Dus de zorg heeft echt geld nodig, dat we de mensen kunnen waarderen. En dat we medicatieapparatuur kunnen kopen. Dit Sweat for Babies evenement was niet alleen bedoeld om geld in te zamelen, maar ook om de gemeenschap bewust te maken dat de kinderzorg in Suriname in ernstige problemen is.